De wethouder is ook zeer gedreven om dit voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat dit moet lukken. Mevrouw Beckerman, SP. Ja, voorzitter. Het gesternte van toen is hier natuurlijk ook heel veel Kamerdebat over geweest. En voorzitter, dit klinkt goed, maar hoe hard is dit? Want voorzitter, dit is natuurlijk heel pijnlijk als juist het Rijk het verkeerde voorbeeld geeft. Want waarom zou je dat dan, waarom zou je het dan zelf anders doen als zelfs het Rijk, die elke keer zegt het moet betaalbaar, het verkeerde voorbeeld geeft en blijft geven? Ja. Voorzitter. Hoe hard is dat in Katwijk als eerste? Nou, we gaan binnenkort kijken hoe we tot die 2/3 betaalbaar zouden kunnen komen en wat je dan moet veranderen in de programmering. Even terug naar de discussie van toen. De discussie van toen was ook, kan het RVB rode cijfers schrijven? Dus kan het RVB ook in het rood gaan? Nou, niet zonder dekking. Dan moet er ook gewoon dekking worden aangeleverd. Hè? Want als je in het rood een gebiedsontwikkeling wil doen, ja, dan zul je daar geld bij moeten leggen. En iemand moet dat betalen altijd. En dat mag best de belastingbetaler zijn, maar die moties met die dekking heb ik nooit gezien. Dus ik denk dat we hier wel een Rijksvastgoedbedrijf gewoon zwarte cijfers moeten laten schrijven. Dat is de ene kant. En twee is, via programmering kun je een heel eind komen in de betaalbaarheid. En dat geldt niet alleen voor het Rijksvastgoedbedrijf, dat geldt voor heel veel locaties. Heel veel locaties waarvan men zegt, het lukt eigenlijk niet goed om betaalbaar te bouwen. Dan kijk je naar de dichtheden en dan denk je, oh ja, ik begrijp wel waarom dat dan niet lukt. En dan kijk je naar de vierkante meters en dan denk je, ja, ik begrijp wel waarom dat niet lukt. Het kan natuurlijk wel als je anders programmeert. Nou, en dat zal dus ook hiervoor gelden. Dus voor fase 2 en 3 zullen we gewoon moeten kijken hoe je anders kunt programmeren om tot 2/3 betaalbaar te komen. Mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter, maar dit was precies ook toen de discussie. Hè? Wat is belangrijker, het recht op wonen of het rendement? Voorzitter, en de reden dat het voor heel vaak niet betaalbaar kon, juist bijvoorbeeld die sociale huur, was natuurlijk ook allerlei belastingdruk die er nog bij corporaties zat. En wij vinden het recht op wonen, en zeker met die ellenlange wachtlijsten, belangrijker dan die rendementen. Minister, en kijk, ja? Ik heb wel het gevoel dat de minister op twee gedachten hinkt. Ja, hij wil wel betaalbaar, maar alleen als we daar geld aan kunnen verdienen bij het Rijksvastgoedbedrijf. Nee. Ze moeten wel zwarte cijfers schrijven. De minister. Ja, dat is niet verdienen, dat is niet verliezen. En ook corporaties, als je die corporaties in het rood laat gaan, ja, dan gaan ze ook niet meer kunnen doen waarvoor corporaties eigenlijk bedoeld zijn. Dus je kunt niet groen doen als je rood staat, wordt wel eens gezegd. Nou, dat geldt dus hier ook voor. Je kunt niets sociaal doen. Je kunt ook niet betaalbaar bouwen als je jezelf een verliesgevende operatie aan het aandoen bent. En wat we daarom moeten doen is gewoon verstandig kiezen in de programmering. En dat geldt voor het Rijksvastgoedbedrijf, dat geldt voor corporaties. Er bestaat geen gratis geld. Dus uiteindelijk zul je hoeft er niet op te verdienen, helemaal niet. Maar uiteindelijk zul je wel kiet moeten draaien. En het mag over de hele gebiedsontwikkeling zijn, het mag over meerdere jaren zijn. Maar uiteindelijk moet je wel kiet draaien. Mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter, dit klinkt natuurlijk heel mooi, al die cretologie. Je kunt niet groen doen als je rood staat, voorzitter. En heel veel sociale huurders zitten dus te wachten op een goede, zuinige, betaalbare huurwoning. Zo is het. Een nieuwe of een bestaande, voorzitter. Zo is het. En dat is ernstig bemoeilijkt, omdat de vorige kabinetten die corporaties in het rood hebben gedrukt. Die huurders in het rood hebben gedrukt. Met 13 miljard van die verhuurderheffing. Dat is allemaal geld van de huurders. Ja, dat is gestopt, maar niet teruggedraaid, voorzitter. En we zouden heel makkelijk wel in zwarte cijfers kunnen komen als je daarmee stopt, terugbetaalt, maar ook niet die andere belastingen oplegt bij corporaties. Want dan wordt het wel mogelijk. Bovendien weten we toch uit eerdere crises dat juist corporaties laten doorbouwen ook cruciaal is om de bouw aan de gang te houden. Dus nogmaals mijn pleidooi, doe het niet zo gemakkelijk af als rendementsdenken, maar kijk naar het recht op wonen en wat er noodzakelijk is om zowel voldoende te bouwen als de bouw aan de gang te houden. De minister. Ja, ik waardeer het betoog, maar het klopt niet helemaal met de beleidsinzet van dit kabinet. De verhuurheffing is juist afgeschaft. Dat geeft enorm veel vrijvallende financieringsruimte, juist voor corporaties, om te doen wat nodig is. Daarom hebben we nationale prestatieafspraken gemaakt, waarin we 250.000 nieuw te bouwen woningen hebben afgesproken met ze. Een enorme verduurzamingsopgave hebben afgesproken met ze. Een enorme betaalbaarheidsopgave. En dat zijn we allemaal één voor één aan het doen. En daarmee hebben we een enorme tournure gemaakt ten opzichte van de voorgaande kabinetsperiodes. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat verwijt niet op dit kabinetsbeleid en op deze kabinetsperiode geplakt kan worden. En we hebben niet voor niets die tournure gemaakt. En dat doen we heel bewust
om huurders juist te helpen, om te zorgen dat wonen weer betaalbaar wordt, om te zorgen dat we op alle mogelijke fronten de regie op de volkshuisvesting hernemen, omdat wonen een grondrecht is. En daar hebben we heel matig invulling aan gegeven de afgelopen jaren en daar moeten we weer goed invulling aan gaan geven. Dank u wel. De heer Gewis, ChristenUnie. Ja, voorzitter. Valkenhorst, voormalig vliegveld Valkenburg, was een hoogoplopende discussie nog met de ambtsvoorganger van deze minister. Er zijn ook mooie moties aangenomen. In 2021 nog, samen met collega Geurts en Boulakjaar en Bisschop, hier bijvoorbeeld eentje. En ja, de minister zegt nu, ja, de oplossing is de programmering een beetje aanpassen. Tuurlijk, programmering zit er natuurlijk een oplossing in. Maar er was ook echt wel een probleem met de doctrine van het Rijksvastgoedbedrijf, hoe zwarte schrijvers geschreven moesten worden. En de, nou, laten we zeggen, de stapeling van een soort van uitgaan van het meest zwarte scenario. Dus de grootste angst voor rode cijfers. En dan was het onder de streep uiteindelijk bij veel projecten, bij veel grondexploitaties vielen ze veel positiever uit dan aan de voorkant gerekend. Dus is de minister wel voldoende bezig om bij alle ambities die hij heeft met het Rijksvastgoedbedrijf, om echt weer als maatschappelijke speler nadrukkelijker naar voren te stappen, om die zwarte cijferdoctrine uit het verleden, die toch ook wel parten heeft gespeeld bij de ontwikkeling van Valkenhorst, om dat toch weer een beetje terug te dringen tot normale proporties? De minister. Nou, u heeft gezien dat uiteindelijk de afspraak is gemaakt met Valkenhorst. Toen ik een aantal maanden aan de slag was, dat had onder andere deze reden. Namelijk, je hoeft niet over te houden aan een grondexploitatie. Je moet op nul draaien. Dat is het idee. En als je inderdaad stapelt in risico-inschattingen, dan ga je uiteindelijk overhouden op grondexploitatie. In deze tijd, met oplopende bouwkosten, oplopende personeelskosten, oplopend alles ongeveer, is grondexploitatie juist een veel spannender business geworden. En ik denk dat het daarom ook wel goed is om wel een aantal voorzichtigheidsprincipes te handhaven. En niet alleen maar goed bedoeld, alleen maar je hart te laten spreken, maar toch ook af en toe nog even na te rekenen of je het allemaal kunt betalen met elkaar. Maar we hoeven niet te verdienen op grondexploitatie. Het is wel zo dat als je wilt dat er bewust verlies wordt geleden op een grondexploitatie, dat je dat ook moet dekken. Want dat is gewoon adequaat omgaan met overheidsfinanciën. Dat maakt ook altijd dat als het gaat over moties over wat corporaties allemaal wel niet voor hun huurders zouden moeten doen, ik ook altijd wel even natel, maar kunnen ze dat eigenlijk wel betalen? Want ergens moet altijd iemand het betalen. Dat is nu eenmaal de ellende met geld. Ik ga naar het sturen op betaalbaar. En dan begin ik met de vragen die gaan over dat artikel van hoogleraar Konijn in verband met de betaalbaarheid van woningen. Die is tot de conclusie gekomen die we zelf natuurlijk al eerder hadden getrokken. Die staan namelijk gewoon in de nationale prestatieafspraken. Die nationale prestatieafspraken die zeggen dat 250.000 van de 900.000 nieuw te bouwen woningen sociale woningen moeten zijn. Dat is mogelijk geworden omdat we de verhuurderheffing hebben afgeschaft. Daardoor hebben de corporaties weer investeringsvolume. En dat investeringsvolume wenden ze aan voor nieuwbouw en ongeveer twee keer zoveel nieuwbouw als de afgelopen jaren is gebouwd. Dus 250.000 van de 900.000 is 27%. Nou, we hebben nu al 27% sociale woningbouw in Nederland. En als je meer midden bouwt, namelijk 350.000, en daarnaast nog een derde vrij, dan is het logisch dat niet het aantal afneemt, maar het aandeel ietsje lager wordt. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Dat is logisch. Want we voegen namelijk, als het goed is, in ieder geval zoveel mogelijk woningen toe. We denken dat daarvan 250.000 doenlijk moet zijn voor corporaties na afschaffing van de verhuurderheffing. In welke mate er ook sprake zal zijn van sloopnieuwbouw, dat hebben we expres niet afgesproken in de prestatieafspraken. Dat laten we namelijk tussen gemeenten en corporaties. We hebben wel uitgesproken dat sloop ook gewoon onderdeel is van een gezonde bedrijfsvoering. Soms is het zo dat er sloop gewoon nodig is. Is geen doel op zich. Wat we juist doen is zorgen dat het aantal toeneemt. En waarom is dat belangrijker dan het aandeel? Nou, in een percentage kun je niet wonen. Maar wel in een woning die gewoon wordt toegevoegd. En er worden dus bruto, dus niet netto, maar bruto, als het goed is, 250.000 nieuwe woningen toegevoegd. Kortom, de som van de heer Konijn is gewoon overeenkomstig de eerdere informatie ook in de richting van de Kamer. Dan hebben we daarnaast inderdaad een inzet op betaalbare koop. Voordat u verder gaat, volgens mij over het laatste punt. De heer Nijboer.
Ja, ik weet nou eigenlijk niet of ik nou verontrust of blij moet zijn. Ja, ik weet het eigenlijk wel. Want waar het natuurlijk om gaat is dat er enorme wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn. Dat er natuurlijk ook sloopnieuwbouw plaatsvindt. En dat per saldo de zorg van, in ieder geval van mij is, maar ook van mevrouw Beckerman en mevrouw Promet hoor ik erover. Dat er gewoon ook in 2030 nog veel te weinig betaalbare sociale huurwoningen zijn. En dat kwam natuurlijk uit die cijfers ook naar voren. Dus de minister heeft gezegd van 30% moet. En dat is toen daarna met die definities aan de gang gegaan. Maar dat is onze grote zorg. Dus misschien is het doelstelling van 250.000 sociale huurwoningen met alle mitsen en maren en sloop die er nog... Is dat te laag? Dat is eigenlijk de onderliggende vraag. Dat is een andere discussie natuurlijk. Dat is een andere discussie. Eerst gaat het over, klopt de som? En moeten we schrikken van de som die de heer Konijn heeft gemaakt? Nee, want die som hadden we namelijk zelf al aangereikt. Dus daar schrikken we niet van. En moeten we ervan schrikken? Nou, in zoverre, we hebben in ieder geval een toevoeging van het aantal sociale woningen. Want nogmaals, dat het aandeel zou dalen is minder belangrijk dan dat het aantal in ieder geval toeneemt. Daar gaat het om. Neemt het aantal dan voldoende toe? Dat is volgens mij de vraag die u stelt. Ik denk dat dit echt wel het maximaal haalbare is wat we de komende periode van corporaties kunnen vragen als onderdeel van de opdracht die we te doen hebben. Gewoon vanwege het investeringsvolume dat corporaties ter beschikking hebben en daarnaast ook aan verduurzaming en aan betaalbaarheid moeten opmaken. Je zou daartussen een andere verdeling kunnen maken en dan is er misschien meer op nieuwbouw mogelijk. En in welke mate we ook netto toevoegen hangt helemaal af van de sloopnieuwbouwafspraken die men ook lokaal maakt en ook in de lokale prestatieafspraken maakt. Is het voldoende? Nou ja, we hebben natuurlijk sowieso op dit moment een vrij fors doorstromingsprobleem ook. Dus nog los van de nieuwe opgave die we hebben, gewoon omdat er heel veel mensen een sociale woning nodig hebben, hebben we ook een fors doorstromingsprobleem omdat er heel veel middenwoningen tekortkomen. Met name in de grote steden zal daar echt alles op gericht moeten zijn om zoveel mogelijk ook voor middeninkomens toe te voegen. Zodoende maak je doorstroming ook weer mogelijk. Dus het aantal nieuw te bouwen sociale woningen is, als het goed is, niet de enige sociale woningen die vrijkomen. Omdat we dus ook die doorstroming hebben te bevorderen met het bouwen van voldoende midden. Dan heb je vervolgens de discussie, maar kunnen corporaties dan ook, hebben die dan ook voldoende ruimte om voldoende middenhuurwoningen te bouwen? Nou ja, die hebben ze, omdat we daar in ieder geval de ruimte bieden. Maar of ze ook de financiële ruimte in voldoende mate hebben, daar valt echt wel op af te dingen. Dus op dit moment kijken we ook weer opnieuw, wat zouden we daaraan kunnen doen? Dat doe ik samen met de corporaties en we voeren ook met de corporaties dat gesprek in Europa. Want dat heeft namelijk alles te maken met de vaststelling van de DAAP-grens en wellicht... dat daar ook ruimte in aan te brengen is. En dat hangt dan ook weer samen met de regulering van de middenhuur. Als je namelijk zegt, dat is voor ons ook onderdeel van de gereguleerde sector, en dat is eigenlijk wat het kabinet zegt, dan hoort daar misschien ook een grotere rol bij voor corporaties, die daarmee ook een dienst van algemeen economisch belang vervullen, met name voor het goedkopere deel van de middenhuur. Nou, dat zijn allemaal discussies die op dit moment worden gevoerd. Heer Nijboer. Ik ben niet tegen doorstroming, maar ik vind doorstroming als doel ben ik iets anders. Ik ben bijna alles met de minister eens, maar niet op dat punt. Want ik vind gemengde wijken en dat mensen gewoon prettig in een huurwoning wonen. En ook als ze wat meer zijn gaan verdienen of carrière hebben gemaakt, vind ik helemaal geen bezwaar. Consequentie is wel dat je meer betaalbare woningen moet bouwen. En daarom vind ik dat aandeel ook echt wel relevant. Want ja, we groeien met z'n allen, dus er zullen ook altijd weer lagere en lagere middeninkomens ook relatief meer zijn. Dus je hebt ook die huizen nodig. Dus ik zou de minister echt willen oproepen om zowel die woningbouw van woningcorporaties, maar ook vooral door woningcorporaties net boven de sociale huurgrens, om dat mogelijk te maken in Europa, maar daar misschien ook wel financiën bij te doen. Want we inderdaad met de huurverlaging en de verduurzaming en deze afspraken zitten ze wel een beetje aan hun tax. Dus misschien moeten we toch van die winstbelasting wel af om dit ook mogelijk te maken. Ja, maar gratis oplossingen bestaan natuurlijk niet. Dus ook daarvoor zul je dan toch een dekking moeten aanreiken. En u weet natuurlijk ook, misschien nogal beter dan ik, wat de toestand van Rijksfinanciën is. En het is niet zo dat we daar nog heel ruim in de jas zitten om nog heel veel meer te doen. Dus dat zal dan toch ook ten koste moeten gaan van iets anders. En daar moeten we dan ook wel over nadenken wat dat dan zou moeten zijn. Dat hoort er wel bij. En ik denk dat we dat debat moeten hervatten bij de voorjaarsnota. Maar over het algemeen, ik ben het zeer met u eens. Doorstroming is wat mij betreft dus ook geen doel, overigens. Alleen op dit moment is doorstroming vrijwel onmogelijk. En waarom? Omdat die middenhuur niet gereguleerd is en de schaarste tot een enorm prijsopdrijvend effect heeft geleid. Dus je hebt de sociale woningen tot 750 of tot 800 eigenlijk nu, de nieuwe grens. Dan heb je een hele tijd niks. En dan beginnen de woningen weer vanaf tegen de 1000 en dan 1100, 1200, 1300 voor woningen die dat eigenlijk al lang niet waard zijn.
En dat gaan we corrigeren met de regulering van de middenhuur. Daarmee maak je doorstroming ook weer binnen bereik van mensen die eigenlijk wel hadden willen doorstromen, maar dat op dit moment gewoon niet kunnen. En dat is een kortere termijn oplossing. Het meer voor middeninkomens bouwen is een wat langere termijn oplossing, waar ik zeer in geloof voor grote steden. Mevrouw Bromet, GroenLinks. Ja, voorzitter, de minister praat snel en veel. En ik kreeg langzaam dat gevoel dat ik een soort slachtoffer werd van een wisseltruc. En dat heeft wel te maken met wat de heer Nijboer net ook al zei. Namelijk, het aandeel sociale woningen dat daalt, maar absoluut gezien stijgt het. Maar absoluut gezien groeit onze bevolking ook. Dus per saldo komen er minder sociale woningen beschikbaar per persoon. En moet je langer wachten op de lijst, klopt dat? Nee, per saldo komen er juist meer sociale woningen beschikbaar. Maar als percentage van het totale woningbestand ietsje minder. En hoeveel minder, dat weten we niet, hangt af van de netto toevoeging. En die is weer afhankelijk van de sloopnieuwbouwafspraken die op lokaal niveau worden gemaakt. Wat we in ieder geval hebben afgesproken is dat er 250.000 worden toegevoegd, sociale woningen, aan het totale bestand sociale woningen. U gaat rap door uw interrupties. Dit wordt de zevende, maar het is natuurlijk aan u. Ja, mevrouw Bromet, gaat uw gang. Ja, voorzitter, maar als de bevolking sneller toeneemt dan dat het aantal sociale woningen toeneemt, dan heb je er toch niks aan? Nou, ik denk dat je er wel wat aan hebt. Ik denk, kijk, aantallen zijn relevant. Dus gewoon netto toevoeging is relevanter dan percentages. En daarom zeggen we ook, we hebben dus niet een percentage afgesproken met corporaties, we hebben aantallen afgesproken. En ik denk dat dat juist heel relevant is. Die aantallen liggen twee keer zo hoog dan de gebouwde aantallen in de afgelopen jaren. Totaal logisch overigens, er is geen verwijt ook, want het heeft alles te maken natuurlijk met het gebrek aan investeringsvolume dat corporaties hadden. Maar omdat ze dat investeringsvolume nu weer wel hebben, zien ze ook grote mogelijkheden voor zichzelf om te bouwen. En zeker daar waar een enorme dip in de bouw dreigt, daar zitten we toch echt tegen aan te kijken, hebben corporaties juist een hele belangrijke rol. Dus ik wil juist ook dat corporaties die rol hebben en nemen en kunnen nemen ook. En daarom moeten we ze daartoe goed in staat stellen. Mevrouw Dekkerman, SP. Voorzitter, de minister zegt de cijfers, de berekeningen van de heer Konijn kloppen. En de berekeningen van de heer Konijn zeggen dat er netto, met alle cijfers die we nu kennen, maar 100.000 sociale huurwoningen bijkomen. Voorzitter, dan wil ik graag van de minister weten, want hij zegt die berekeningen kloppen, dus netto komen er maar 100.000 bij en niet wat de minister hier zegt. Hoeveel mensen hebben er behoefte aan zo'n sociale huurwoningen? Ja, misschien toch goed om nog één keer toe te lichten. We hebben de 250.000 hebben afgesproken met de woningcorporatie, een nationale prestatieafspraak. Die nationale prestatieafspraken worden doorvertaald lokaal op een aantal manieren. Door lokaal prestatieafspraken te maken met de corporaties, door lokaal een woonvisie te maken, een woonzorgvisie te maken, waarin alle doelgroepen die zijn aangewezen, met urgentie zijn aangewezen op sociale woningen, in beeld worden gebracht. En daarnaast ook andere groepen in beeld worden gebracht die zijn aangewezen op onder andere sociale woningbouw. Er is afgesproken om 2/3 betaalbaar te bouwen. Die 2/3 betaalbaar, daar wordt ook een stok achter de deur in de wet opgenomen om daarop te kunnen sturen. En zo zorgen we ervoor dat we in de optelsom voldoende betaalbaar bouwen. En dat we in de optelsom voorzien in bouw voor de groepen die waar ook een extra met extra urgentie naar moet worden gekeken. En via de prestatieafspraken sturen we op de aantallen die ook sociaal worden gebouwd. In die optelsom sturen we op voldoende sociale woningen voor de groepen die een sociale woning nodig hebben. Of de netto-cijfers kloppen, dat zal afhangen van de mate van sloopnieuwbouw. En die wordt niet centraal bepaald, die wordt lokaal bepaald. Mevrouw Dekkerman. Ja, voorzitter, dat waren een heleboel woorden, maar geen antwoord op de vraag. Want de minister zegt, ja, maar die cijfers kloppen wel. Voorzitter, dan leg ik één cijfer voor uit die notitie, namelijk dat er netto maar 100.000 woningen worden bijgebouwd. Dan stel ik de simpele vraag, is dat voldoende? Hè? Hoeveel mensen hebben er een woning nodig? Want de minister zegt, ja, in aandeel kun je niet wonen. Nee, voorzitter, in te weinig aantallen kun je ook niet wonen. We weten hoe groot het probleem is van dakloosheid. We weten hoe groot het probleem is van mensen die lang thuis wonen. We weten hoe groot het probleem is van mensen die al 10, 15 jaar op de wachtlijst staan. En de simpele vraag is aan de minister van Wonen, die zegt, ik ga het allemaal oplossen, ik ga die regie terugnemen, is netto 100.000, zoals we nu weten, dat is nu de schatting, is dat voldoende?
Dat heb ik net beantwoord. We weten niet of netto 100.000, of dat inderdaad de uitkomst gaat zijn. Dat zou kunnen, maar dat weten we niet. Waarvan ik zei, dat klopt uit de berekeningen van Konijn, omdat we die ook gewoon zelf hebben aangereikt. Dat is als je 250.000 van de 900.000 bouwt, dan bouw je 27%. We hebben nu al 27%. Als de rest groeit en er wordt ook nog aan sloopnieuwbouw gedaan, dan kan het inderdaad zijn dat het percentage ietsje daalt. Dus het aandeel ietsje daalt. Of dat netto een toevoeging is van 100.000, dat weten we niet. Dat weten we pas op het moment dat we ook hebben gezien hoeveel er aan sloopnieuwbouw wordt gedaan. En dat doen we niet nationaal, maar lokaal. Is het voldoende? Heb ik ook beantwoord die vraag. Dat gaat over de regionale woonzorgvisies. In die regionale woonzorgvisies moet de gemeente met alle omliggende gemeenten in beeld brengen hoeveel mensen er eigenlijk zijn aangewezen op een sociale huurwoning, met name onder de aftoppingsgrens, dus hoeveel mensen urgent zijn. Moet de verordening wordt ook verplicht geïntroduceerd om te zorgen dat we voor al die urgente doelgroepen ook daadwerkelijk eerlijk delen in waar ze komen te wonen. En is het aan regio's, zo gaat het in die nieuwe wet regie op de volkshuisvesting worden geregeld, is het aan regio's om te zorgen dat het aandeel urgente doelgroepen adequaat wordt verdeeld. Ja, u volgt de betoog weer. Dan gaan we naar de oudere vragen van mevrouw Den Haan. Daar hebben we er al best heel veel van gehad in het debat dat we vorige week hebben gehad. Dus ik denk dat we het relatief kort kunnen doen. Hoe staat het met de monitor ouderenhuisvesting? Nou, de monitor ouderenhuisvesting zal met de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het programma in juni dit jaar worden gepubliceerd. En daarmee zullen we beide kamers informeren. Hoe kunnen we verpleegzorg thuis vormgeven? Ja, dat heb ik denk ik vorige week. En vooral mijn collega, de minister voor Langdurige Zorg, heeft dat vorige week denk ik goed toegelicht. En hoe kunnen we daadwerkelijk voor meer doorstroming zorgen? Vraag van de ChristenUnie. We zijn op dit moment bezig om die tweede actielijnen, dat programma Wonen en Zorg voor Ouderen, vorm te geven. En wat daarin nodig is, is natuurlijk allereerst dat er voldoende wordt gebouwd. En vervolgens dat je ouderen ook begeleidt om die verhuisstap te maken. En daarbij moeten ouderen worden geholpen bij alle financiële hobbels waar ze tegenaan lopen. Daar hebben we dus ook de financiële sector voor nodig. Maar ook tegen alle praktische ondersteuning die ouderen gewoon nodig hebben. Daar zullen we bij moeten helpen. Dat doen we natuurlijk op gemeentelijk niveau, maar doen we ook zeker samen met maatschappelijke organisaties. En in de voortgangsrapportage in juni zal ik daarover de Kamer nader informeren wat we op dit moment op dit punt doen. Dan gaan we naar de bestaande voorraad. Er is een aantal vragen over gesteld. Het optoppen. ChristenUnie D66, maar ook Van Hagen heeft daar een aantal dingen over gezegd. Wat heel erg nodig is, is dat wij die mogelijkheid veel beter gaan benutten. En het klopt dat er soms in gemeentelijke bestemmingsplannen daar belemmeringen op zijn. Dat is ook logisch, want in bestemmingsplannen neem je op hoe hoog er mag worden gebouwd. Dus ja, per definitie kunnen daar ook belemmeringen in het optoppen bestaan. Maar zeker daar waar we aan zitten te kijken tegen een dip in de woningbouw, voor nieuwbouw in ieder geval, zou dit misschien wel een mogelijkheid zijn voor het gewoon beter benutten van de bestaande voorraad. Beter benutten van de bestaande voorraad wordt sowieso belangrijker, ook in transformatie bijvoorbeeld, belangrijker daar waar de nieuwbouw in een dip zit. Nou, een optoppen is echt een mogelijkheid. Splitsen is soms ook een mogelijkheid, maar niet overal. Dat moeten we er denk ik ook wel echt bij zeggen. Woning delen is ook een mogelijkheid, maar ook daarvoor geldt niet overal. Je wilt ook overbewoning tegen kunnen gaan in een aantal wijken. Maar we kunnen daar wel, denk ik, meer ruimte bieden voor de mogelijkheden die er gewoon zijn. En ik kom binnen een maand kom ik met een brief die gaat over het beter benutten van de bestaande voorraad. En ik denk, daar staat onder andere, ga ik daarin op een aantal moties die de heer Van Hagen eerder heeft ingediend. Of een aantal toezeggingen, geloof ik, dat ik aan u heb gedaan. Omdat ik denk dat het gewoon nodig is om de bestaande voorraad ook gewoon beter te benutten. De heer Van Hagen, groep Van Hagen. Ja, het is mooi dat de minister mijn moties noemt, want die worden normaal ontraden en dan niet aangenomen. Maar het is wel goed dat hij ze dan toch meeneemt. Daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Hij heeft het over optoppen, splitsen en woningdelen. En ik waardeerde het enthousiasme van de minister en ook zijn streven om dat mogelijk te maken. Natuurlijk, onder voorwaarden, begrijp ik wel. Maar net zei ik dat ook al tegen D66, het gaat altijd mis in de gemeente. En ik vraag me dan af, wat is het machtsmiddel dat een minister dan heeft om in ieder geval die gemeentes ervan te doordringen, dat ze allerlei leuke plannetjes kunnen bedenken en dat allemaal kunnen verhinderen, maar dat dat niet in het belang is van wat deze minister probeert te doen? De minister. Nou, ik vind dat echt te somber. Ik zie eerlijk gezegd juist wethouders, zeker nu, ongelooflijk praktisch bezig zijn. Ik heb eigenlijk, en dat
van welke partij dan ook, zou ik bijna willen zeggen. Dat is echt overal zie je juist dat wethouders met enorme gedrevenheid aan hetzelfde eind van het touw aan het trekken zijn op dit moment. En dat hebben we ook heel hard nodig. En daarbij zelfs ook durven beleid dat nog maar onlangs is ingezet, ook zelf ook weer ter discussie te stellen. Neem even bijvoorbeeld Amsterdam, die een enorme stapeling van eisen had in de nieuwbouw bijvoorbeeld. En daarvan heeft gezegd, ja, in deze tijd is dat niet reëel, daar moeten we echt een beetje op dimmen. Nou, dat vind ik gewoon nuchter en verstandig beleid. En zo geldt dat ook ten aanzien van soms wel hele generieke maatregelen die bijvoorbeeld heel erg beperkend zijn voor dit type creatieve oplossingen. Je ziet echt dat gemeenten bereid zijn om daarnaar te kijken. Dus ik ben veel monterder over gemeenten. Ik denk wel dat we veel meer samen op kunnen trekken. Met name dat optoppen is nog helemaal niet zo'n wijdverspreid gebruik, eerlijk gezegd, om te doen. Dus ik ga binnenkort zelf ook kijken in IJsselmonde, Rotterdam IJsselmonde, waar Vorm, een grote bouwer, waar Vorm een mooie manier heeft gevonden om aan optoppen te doen. Wat dat vergt, wat het ook vergt van een gemeente, onder andere dus bestemmingsplanwijzigingen. Maar ik zie juist hele proactieve gemeenten op dit punt. Als het gaat over splitsen, is men soms terughoudend in sommige wijken en ook wel terecht. Hè, want daar is verkamering heeft bijvoorbeeld tot enorme leefbaarheidsproblemen geleid. Dus ik snap ook wel dat in sommige wijken men daar aarzelend in is. Maar ook daar kan echt wel meer. Ik geloof dat er echt nog wel veel meer potentie zit om bestaande woningvoorraad ook via splitsen beter te benutten, via woningdelen beter te benutten. Dus ik denk dat we gewoon in een tijd zitten waarin we niet de luxe hebben met het enorme woningtekort van nu om dit type opties terzijde te leggen. Mijn ervaring is dat gemeenten daar ook zo over denken. En aan ons de taak om daarover afspraken te maken, daar weer ondersteuning te bieden. En dat doen we ook. Meneer Van Hagen. Ja, voorzitter, ik bewonder het optimisme van deze minister, maar de praktijk is weer barstig en die is echt anders. We hadden de minister noemde Amsterdam, daar hadden we wethouder Laurens Evens, die de hele woningmarkt daar kapot heeft gemaakt met een soort fabeltje over de politieman en de verpleegster moeten weer in de stad kunnen wonen. En het resultaat was dat de verpleegster en de politieman juist niet meer in de stad konden wonen. En op dit moment is het niet veel beter en dat geldt eigenlijk voor alle, laten we zeggen, 20 grootste steden. Het is lijden in last. En zeker als het gaat over het splitsen van woningen, dan wordt altijd gedaan dat alsof dat verkameren is. Maar er zijn heel veel ongesplitste kadastrale eenheden waar gewoon woningen in zitten. En dat zou voor de doorstroming, voor de verkoopbaarheid veel beter zijn, als dat gewoon zou kunnen. En dan misschien als laatste punt, dat zijn de transformaties. Dat wordt juist door dit soort wethouders tegengehouden. En ik weet niet zo goed waarom. En nogmaals bij vraag, wat kan de minister dan behalve optimistisch zijn doen om gewoon dit soort wethouders die misschien tegen de minister hele optimistische praatjes zouden, maar in de praktijk gewoon iets heel anders doen. Ja, allereerst, ik vind het gewoon niet zo correct om zo over gemeenten te spreken. Het zijn mede-overheden. Om zo over wethouders te spreken waarvan ik weet dat ze zich het snot voor de ogen werken met hun ambtelijke organisatie om te zorgen dat ook zij deze wooncrisis te lijf gaan. En ik geef het je te doen in een stad als Amsterdam, met de totaal overspannen woningmarkt van Amsterdam, om daar goed in bij te sturen. Nou, op zijn minst concluderen dat Amsterdam het afgelopen jaar heel veel heeft gebouwd en ook de komende jaren heel veel gaat bouwen. En een ongelooflijk ingewikkelde woningmarkt heeft, waarbij het ook met het grote aantal particuliere verhuurders vaak heel moeilijk boeren is. Hè. Dat moeten we er denk ik wel bij zeggen. Splitsen is wel degelijk een mogelijkheid. Ik zie daar zeker niet alleen maar de verkameringskant van, helemaal niet zelfs. Ik zie daar wel degelijk een mogelijkheid in. Woningdelen ook, transformatie zeker. Er zijn afgelopen jaar zo'n 10.000 woningen getransformeerd. Hè? Dus dat is een belangrijke bron ook van nieuw te bouwen woningen of nieuw te creëren woningen. En daar moeten we ook vooral mee doorgaan, hoewel het wel ook daar steeds lastiger wordt natuurlijk. Want ook daar heb je te maken met dat rentepercentage dat ons zo dwars zit. En in die brief die ik heb aangekondigd, binnen een maand wil ik die bij de Kamer hebben liggen over het beter benutten van de bestaande voorraad. Zal ik ook helder schetsen wat we daar allemaal aan gaan doen. En ik denk dat we het debat op dat moment ook moeten hebben. Meneer Van Hagen. Ja, voorzitter, deze aantijging is een beetje raar. De praktijk is gewoon zo dat veel wethouders, veel linkse wethouders in gemeentes, juist de woningmarkt stoppen. En ik kan de minister één voorbeeld geven waarbij dat niet zo is. En dat is namelijk bij het huisvesten van statushouders. Daar is opeens heel veel mogelijk. Er wordt min of meer zonder vergunningen worden grote gebouwen opeens omgekat naar woningen. En dat is mooi. En ik hoop dat als die statushouders eenmaal weg zijn, dat daar ook gewoon studenten en Nederlanders kunnen wonen. Maar dat is de eerste keer dat we zien dat wethouders wel doorpakken. En in de afgelopen 10, 15 jaar hebben ze dat gewoon niet gedaan. En ze zijn dat ook nu niet aan het doen voor de studenten en de starters. Totaal niet. Niet aan het splitsen, niet aan het optoppen, niet aan het transformeren.
niet aan het woningdelen, helemaal niets. Dus ja, nogmaals, het optimisme is mooi, maar het gebeurt gewoon niet. De minister. Ja, ik laat de kwalificaties van de heer Van Hagen over gemeente echt even bij de heer Van Hagen. Ik ga naar de tegenwind, voorzitter. Het tweede blok. U was eraan toe, ik ook. Het tweede blok. De regie en de taak, die hebben we gehad. Dat was het eerste blok en nu het tweede blok. En dat is de tegenwind. Waar lopen we namelijk allemaal tegenaan? En ik wil die tegenwind stap voor stap doornemen. De financiële tegenwind, de regulering, de lange procedures, het gebrek aan capaciteit van gemeenten, onder andere. Dan kom ik weer terug bij het punt van de heer Van Haga. En stikstof. U ziet er naar uit, dat zie ik. Ik ook. Maar u zult zich eerst even door de rest van het blok heen moeten slaan. Het laatste punt is stikstof. Dat is toch wel weer... Nou, kunt u het ook naar voren halen? Willen we dat het naar voren gaat? Nee, zo democratisch zijn we ook weer niet, voorzitter. Het kabinet gaat over zijn eigen beantwoording. En ik heb het in volgorde van zwaarte op dit moment gedaan. En met kop en schouders in de zwaarte waar de woningmarkt op dit moment mee te maken heeft, is dat gewoon de financiële tegenwind. Sinds de start van dit kabinet de oorlog in Oekraïne zijn de bouwkosten enorm gestegen. Die waren al stijgend, maar zijn echt enorm verder gestegen. Heeft alles te maken natuurlijk met de energieprijzen. En is de rente enorm gestegen. Met name die rente die speelt ons echt op een geweldige manier apart op dit moment. Omdat door die oplopende rente kopers eigenlijk niet meer kunnen komen. Omdat de woningprijzen niet navenant zijn gedaald. En dat is een heel erg groot probleem voor woningzoekenden natuurlijk. Want als je een huis wilt kopen, je hebt al een huis en je wilt een huis kopen dat over 2 jaar wordt opgeleverd. Ja, dan zou het best eens zo kunnen zijn dat als de vraagprijs nog moet dalen, dat je een woning al hebt gekocht en dat tegen de tijd dat je die woning ingaat, dat die woning minder waard is dan wat de woning, wat je voor de woning hebt betaald. Ondertussen ben je ook er niet zeker van dat als je je eigen woning dan verkoopt tegen die tijd, wat je daar dan tegen die tijd voor terugkrijgt, dat je weet dat die prijs ook nog gaat dalen. Dus zit er eigenlijk wel zoveel overwaarde in je woning als dat je altijd hebt gedacht. En dat maakt het voor mensen een onzekere tijd. En datzelfde geldt voor beleggers. Want voor beleggers is het ook een onzekere tijd. En men kijkt natuurlijk ook, en dat horen beleggers ook te doen. Pensioenbeleggers horen natuurlijk wel op zo'n manier te beleggen dat die beleggingen ook daadwerkelijk renderen om op enig moment ook weer die pensioenen te kunnen indexeren. Dus beleggers kijken natuurlijk ook naar hoe zeer rendeert het. En als er te veel onzekerheid in de markt zit, dan is het moeilijk voor beleggers om daadwerkelijk te durven instappen en voor kopers om daadwerkelijk te durven instappen. Nou weten we dus dat we om die reden gewoon tegen een dip zitten aan te kijken. We weten alleen niet hoe lang die dip duurt. Dus het zou kunnen zijn dat die waardedaling is uitgetrild over 1 of 2 kwartalen. Ja, dan zou het nog enigszins mee kunnen vallen. Het kan ook zijn dat dat langer duurt of dat het langer onzeker blijft. Van de rente is de algemene verwachting dat de grootste deel van de stijging, dat we die wel achter de rug hebben. Maar ook dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. En dat maakt dat de ontwikkelingen op de woningmarkt op dit moment gewoon in hele onzekere tijd zitten. En dat speelt alle bouwers parten. Dat speelt alle beleggers parten, dat speelt alle kopers parten en daarmee ons allemaal. En daarmee ook onze mogelijkheden om het woningtekort op te lossen. Er is heel veel tegenwind die we al hadden, waar we steeds beter in worden om er tegenin te fietsen. En waar we nog heel veel kunnen doen ook. En daar heb je veel meer handelingsperspectief. Maar ja, de rente die laat zich gewoon heel erg moeilijk beïnvloeden en is wel op dit moment de meest bepalende factor. Kortom, we zitten tegen een dip aan te kijken, we weten alleen niet hoe hoog die dip is. Wat kunnen we dan wel doen? De heer Grimbis heeft er al eerder naar gevraagd en andere partijen hebben er ook eerder naar gevraagd in het commissiedebat. En daar heb ik een aantal mogelijkheden nagelopen. Je hoort vaak een startbouwsubsidie. Kun je nou voor woningen die eigenlijk al helemaal door de procedure heen zijn, op het punt staan gebouwd te worden, maar waar een belegger eigenlijk het net niet meer kan rondbreien als gevolg van die rente, kun je daar dan iets doen? Daarvan heb ik gezegd, nou, ik ben best bereid daarnaar te kijken. En ik zal daar na de voorjaarsnota zal ik daar ook op terugkomen. Maar op voorhand ga ik daarin geen toezeggingen doen. Om 2 redenen niet. Nou, ik weet niet of ik het ook kan waarmaken. Ik wil goed kiezen. Dus het is toch belastinggeld dat we met elkaar uitgeven. Dus ik wil daar niet een uitgave doen die niet strikt genomen ook noodzakelijk is. Want in beginsel moet natuurlijk een woningbouwproject zichzelf kunnen bedruipen. En mijn andere aarzeling zit hem ook gewoon in als ik hier, als er te grote verwachtingen zouden worden gewekt door mij of door u, dan kan het wel eens extra vertraging opleveren. Want een deel namelijk van het doen dalen van de vraagprijs heeft ook gewoon te maken
met de verwachtingswaarde die grondeigenaren hebben van de grondopbrengsten, die vaak residueel worden bepaald. Als die grond verwacht, of de verwachtingen van de grondprijs, als die verwachtingswaarde te hoog blijft, met in het achterhoofd de overheid legt het tekort wel dicht, dan zijn we juist elkaar niet aan het helpen en ook de snelheid niet aan het helpen waarmee de nieuwe economische realiteit ook indaalt in die woningmarkt. Dus ik wil heel terughoudend zijn met het wekken van verwachtingen. Dat heb ik bij deze gedaan, denk ik. En ik wil tegelijkertijd wel aan de slag met het huiswerk dat u mij geeft. Namelijk, welke instrumenten zouden ons op dit moment kunnen helpen? En dat mogen ook financiële instrumenten zijn. De meeste instrumenten die ons gaan helpen, overigens, zijn niet financiële instrumenten. Maar het kunnen ook inderdaad financiële instrumenten zijn. Kan daar ook de overdrachtsbelasting op het rijtje staan, op het lijstje staan? Vraagt de heer Grinwis. Ik snap die, omdat die met name aan de kant van beleggers speelt. Zeker bij opkopen, doorverkopen van woningen. Ja, daar moet een extra overdrachtsbelasting, een extra rondje belasting over worden betaald. En dat maakt vaak net een business case niet mogelijk. Dus ik snap de belemmering daarvan. Tegelijkertijd is het ook wel een ongerichte mogelijkheid van het helpen. Dus ik denk op dit moment meer aan twee andere instrumenten. Namelijk die startbouwsubsidie die we goed willen nagaan en van voor- en nadelen willen voorzien. En een doorbouwgarantie die we ook van voor- en nadelen willen voorzien. En nogmaals, ik kom na de voorjaarsnota kom ik bij uw Kamer terug. Met op zijn minst het inzicht in wat is per instrument de te verwachten effectiviteit. Maar ook wat zijn daarvan de nadelen. En hoe ongerichter, hoe minder enthousiast ik ben over de optie die ervoor ligt. De premie voor vergunningen, daar geldt dat een beetje voor. Dat is een optie die de heer Nijboer al vaker naar voren heeft gebracht. Mijn eerste aarzeling daar zit hem bij het feit dat die dalende vergunningen niet zozeer te maken hebben met gemeenten die niet snappen dat ze een vergunning moeten afgeven. Dus die eens extra financieel geprikkeld zouden moeten worden. Maar gewoon met vergunningen die niet eens worden aangevraagd, omdat de business case al niet rondrekent. Dus daar komt die daling van het aantal vergunningen eigenlijk meer vandaan. Dat is één. Twee is, het is het werk van gemeenten om vergunningen af te geven. En ik vind premies voor het werk dat men al gewoon behoort te doen, vind ik eerlijk gezegd een beetje gek. Dus ook om die reden zou ik dat denk ik niet willen doen. De 12 punten van Boelhouwer, daar ga ik uitgebreid op in. Ik ken ze overigens. Volgens mij delen we eigenlijk ook alles wat Boelhouwer daarin voorstelt. Hoewel ik daar een klein slagje om de arm hou, want er zal vast een van de punten zal een goed idee zijn, maar een beetje onbetaalbaar. Dus laat ik een klein slagje om de arm houden. Maar de laatste keer dat ik het had gelezen, dacht ik, ja, dat is heel erg simpel, maar ook heel erg in overeenstemming met datgene wat we doen. Wat ik in ieder geval ga doen en ga toezeggen in uw richting, is dat wij in het tweede kwartaal, dus ik verwacht over een maand, anderhalve maand, een voortgangsrapportage sturen op het programma woningbouw. En bij die voortgangsrapportage krijgt u dus ook de lijst die ik toezeg aan de heer Grinwis en aan anderen die hebben gevraagd naar wat is een mogelijk financieel instrumentarium, gewoon met de beoordeling daarbij. En daar zal ik ook reageren op de punten die de heer Boelhouwer heeft aangedragen. Want het is natuurlijk een van onze belangrijkste adviseurs in de hele aanpak. Gewoon vanwege zijn decennia lange ervaring in dit domein. Daarmee heb ik denk ik gelijk de vraag beantwoord ook van de heer Boulakjaar. Namelijk de analyse over de beperkingen en de knelpunten. Ik denk dat we die schets, die geef ik eigenlijk nu en die heb ik al vaker natuurlijk gegeven. Maar met name ten aanzien van de financiële kant van de zaak, daar zullen we ook goed op terugkomen in de volgende voortgangsrapportage. Heer Nijboer. Ja, voorzitter, kijk, het is met beleidsinstrumenten hetzelfde als met alles in het leven. Er is niets zonder nadelen. Dat is nou net de ellende. Maar je moet toch soms wel wat kiezen. En mijn punt is voornamelijk dat de woningnood zo groot is dat er nog meer actie nodig is dan het kabinet al onderneemt. Het kabinet doet best veel, maar dat er nog meer nodig is. En ik hoorde minister zowel bij die bouwstartpremie als bij die vergunningssubsidie als bij de doorbouwgarantie. Bij al die dingen ook wel wat aan de nadelenkant, en die zijn er natuurlijk, dat geef ik de minister direct mee. Maar
ja, als we het alleen maar blijven onderzoeken en de nadelen op een rijtje zetten en zeggen, och, moeilijk, moeilijk, dan gaan we de doelstelling niet halen. En dat was mijn overkoepelende punt vandaag. Ziet de minister ook dat er extra maatregelen nodig zijn, zonder zich vast te pinnen op nou deze? Ja. En ik proefde hier iets minder enthousiasme over dan die de grondpolitiek discussie, zou ik maar zeggen. En ik hoop niet dat ik dat goed heb geproefd. Nou, kijk, allereerst, ik denk dat we onder ogen moeten zien dat we tegen een dip aankijken. En dat we alles op alles moeten zetten om door die dip heen te bouwen. En ik denk dat het meeste dat in ons vermogen ligt dat daaraan helpt, een niet-financieel instrumentarium is. In het domein van alle regievoering. Nou, ik denk dat we daar echt ongeveer alle registers opentrekken. Op grondbeleid na, daar moeten nog een paar registers open. En dan zijn we aan het zoeken naar welke registers zijn daarbij het beste. Dus dat geldt voor alles wat we doen op regievoering. En het tweede is alles wat we doen om tegen de wind in te trappen. Waarbij het moeilijkste is, verreweg het moeilijkste is, het financieel-economisch gesternte met een sterk stijgende rente en nog niet navenant gedaalde woningprijs. Dat is het allermoeilijkste. En wat helpt dan daaraan? Daar is het handelingsperspectief gewoon beperkt. Daar moeten we eerlijk denk ik in zijn. En tegelijkertijd hebben we wel de opdracht om te kijken, is er niet te min wat te doen, ook aan financiële instrumenten, om daar toch een beetje door de dip heen te bouwen. En daar bent u naar op zoek, daar ben ik ook naar op zoek. En dan is er een aantal voorstellen dat wordt gedaan. In de markt is een veelheid aan voorstellen dat wordt gedaan. Waarbij het ene voorstel wat zinvoller is dan het andere voorstel. En ik snap wel overigens dat, zeker vanuit het perspectief van marktpartijen, dat men deze voorstellen doet. Je zou kunnen zeggen, lagere belastingen wil iedereen natuurlijk, eigenlijk altijd. Alleen lagere belastingen is doorgaans een hele ongerichte. Dus ik zou een veel preciezer instrumentarium willen en heel specifiek ten aanzien van de premie voor afgegeven vergunningen. Denk ik, als je de analyse nou is dat het lage aantal afgegeven vergunningen er eigenlijk met name als reden bij heeft dat er geen vergunningen worden aangevraagd, is een soort prestatiepremie voor het afgeven van vergunningen daarvoor niet de oplossing. Is het zorgen dat die vergunning weer wel wordt aangevraagd de oplossing. Dus zit het veel meer op het sturen van locaties naar voren halen en zorgen dat die tot plannenmakerij en vergunningverlening leidt. Is het daarnaast een capacitair vraagstuk? Dus hebben ze eigenlijk wel genoeg mensen? Nou, nee is het antwoord. Ze hebben niet genoeg mensen, die gemeente, in het fysiek domein. Overigens in het sociaal domein soms ook niet. Maar er is wel heel veel aandacht geweest voor het sociaal domein de afgelopen 10 jaar. En veel minder voor het fysieke domein. Dus ik denk dat we daar gemeente in de capaciteit veel meer moeten ondersteunen. En dat doe ik eigenlijk liever dan het komen tot zo'n premie voor vergunningen. Maar u hoort ook dat ik de deur ook weer niet helemaal dicht zet. Dus ik ben best bereid om te toetsen of dat een zinvolle gedachte zou kunnen zijn. Maar dan neem ik hem even mee in de totale lijst met mogelijke meer financieel getinte maatregelen waarop ik terugkom na de woningbouw. Na de voorjaarsnota. Dan, voorzitter, dit was meer het financieel-economisch gestente. En daar hoort denk ik bij alles wat gaat over regulering. Dit is vaak de heer Van Hagen die dat naar voren brengt, maar soms hoor ik de zorgen ook bij de VVD-fractie naar voren gebracht worden. En ik vind dat niet gek dat die zorgen naar voren gebracht worden. Want het is natuurlijk waar dat regulering, naast alle positieve effecten die regulering heeft, soms ook kan leiden tot een verminderd verdienvermogen. Dat is natuurlijk geen onwaarheid. Hè? Dat is gewoon waar. Maar zou dat dan aanleiding kunnen zijn om in te gaan of enthousiast te worden over de suggestie die ik soms hoor van, ja, zie nou af van die 2/3 betaalbaarheid bijvoorbeeld. Het eerste wat ik daarvan zou willen zeggen, 2/3 betaalbaarheid. In die hele Finex-tijd hebben we gewoon 2/3 betaalbaar als norm gehad. Dat was helemaal niet gek. De segmentering in de betaalbaarheid is eigenlijk heel erg lang. Decennia lang is dat gewoon van overheidswegen opgelegd. We zijn dat alleen verleerd, dat de normale manier van doen is. We zijn het verleerd en daarmee hebben we, denk ik, juist mensen met een normaal inkomen onvoldoende beschermd in de afgelopen periode. Het gros van de woningen dat we hebben gebouwd in de afgelopen tijd zijn woningen die voor mensen met een middeninkomen, zelfs voor mensen met 2 middeninkomens, eigenlijk gewoon niet te betalen zijn geweest. Zelfs niet met die hele lage rentes van de afgelopen periode. Nou, laat staan als je daarmee door zou gaan met hogere rentes. Kortom, wat we moeten doen is gewoon weer betaalbaar gaan bouwen en dat ook gewoon gaan voorschrijven. En ik ga niet afzien van die 2/3. Overigens vraag ik me ook af of het wel echt een oplossing is. Want ik denk, als je kijkt naar waar de vraaguitval op dit moment het hardste gaat, dan zijn dat juist de woningen boven de 5-6 ton. Daar is de vraaguitval het meest. En dat komt natuurlijk ook omdat die markt behoorlijk verzadigd is. En met de huidige rentepercentage moet je ook wel fors verdienen, wil je zo'n bedrag kunnen lenen. Dus ik geloof helemaal niet dat daar de markt zit de komende periode. De markt zit juist in betaalbaar bouwen. En ook om die reden moeten we gewoon de programmering daartoe aanpassen. Een tweede die vaak wordt genoemd
is de reguleringskant. Hè, dus de reguleringskant van de middenhuur. Dat de regulering de showstopper zou zijn op dit moment voor de nieuwbouw. En voorzitter, daar wil ik niet aan. Ik geloof wel dat regulering ertoe kan leiden dat een investering minder rendeert. Dat geloof ik wel, omdat inderdaad er een bovengrens is aan wat je kunt vragen voor een woning die je bouwt. Dat is wel zo. Maar dat is niet de showstopper van dit moment. De showstopper op dit moment, dat zijn de hoge rentes en de onvoldoende gedaalde prijzen van woningen. Dat is de showstopper van dit moment. En dat geldt voor alle kopers, private kopers, dus ook beleggers. En dat is niet de regulering van de middenhuur. Sterker nog, er is op dit moment juist een extra argument om tot regulering van middenhuur over te gaan. En dat heeft ermee te maken dat de achtergrond van de regulering van de middenhuur is het hebben van te weinig woningen voor de doelgroep die erop is aangewezen. De achtergrond is dat de schaarste een dusdanig prijsopdrijvend effect heeft gehad dat we mensen op een geweldige manier in de knel hebben gebracht. Er is eigenlijk de facto in steeds mindere mate daadwerkelijk sprake van middenhuur, want alle middenhuur is eigenlijk dure huur geworden. En die schaarste met een dip in de bouw, ja, het blijft nog langer bij ons. Dus als er al een reden was om de middenhuur te willen reguleren, dan is die reden eigenlijk alleen nog maar meer aan de orde op dit moment in plaats van minder. Dus we gaan natuurlijk door met het reguleren van de middenhuur. En ik waarschuw maar vast, de Kamer zal echt alle plagen van Egypte aangezegd krijgen als we daarmee doorgaan. En toch moeten we ermee doorgaan om huurders beter te beschermen. Heeft u alle vragen beantwoord op regulering? Nee, ik was net in het vuur van mijn betoog aan het komen. Ja. Misschien is het goed als de minister. Nou, misschien eerst moet ik er nog één ding bij zeggen. Want misschien is het goed als de minister eerst even alle vragen beantwoordt op het gebied van regulering. En dan kijken we of er nog aanvullende vragen zijn. Ja, de minister. Wat wel zo is, dat is dat we moeten kijken naar de stapeling. De stapeling met name van reguleringsmaatregelen en de fiscaliteit. Dat doe ik ook. We hebben een onderzoek laten uitvoeren door CEO, collega Van Rij en ik. En dat onderzoek komt binnenkort naar de Kamer. We zullen dat onderzoek ook betrekken bij de verdere uitwerking van de reguleringsplannen die op dit moment in consultatie zijn. Tot morgen overigens. En dan zullen we de vangst van de consultatie ophalen en dan zullen we kijken wat we daarmee hebben te doen. Collega Van Rij zal met u de herzieningbox 3, andere fiscale herzieningen ook bespreken, of met uw collega's. En wij hebben samen oog te hebben voor die stapeling, dat is één ding. En überhaupt hebben we oog te hebben voor het investeringsklimaat in woningbouw. Want dat wil ik er wel aan toevoegen. Daar wordt, vind ik, en dat zeg ik met name in de richting van de heer De Groot, ik vind dat u het terecht opneemt voor investeerders in de woningbouw. Die worden wel vaak over één kam geschoren. En dan worden er dingen gezegd als een woning is niet om aan te verdienen, maar om in te wonen. En op zich, natuurlijk is een woning om in te wonen. Maar als er helemaal niet meer verdiend kan worden op het bouwen van een woning bijvoorbeeld, ja, dan worden ze waarschijnlijk ook niet meer gebouwd. Dus we zullen wel moeten zorgen dat woningen nog wel gebouwd kunnen worden. En om dat te beschermen, zeg maar, dat er nog steeds ruimte blijft voor pensioenfondsen bijvoorbeeld om woningen te bouwen, hebben we ook in de regulering van de middenhuur daar rekening mee gehouden in de vormgeving van het puntenstelsel voor de middenhuur specifiek, in de verduurzamingspunten bijvoorbeeld die je daarmee kunt verdienen, maar ook in de manier waarop we de nieuwbouwopslag onderdeel maken van de regulering van de middenhuur. Dat doen we heel bewust daarvoor, want we hebben juist investeerders nodig voor het hebben van voldoende nieuwbouw, zeker ook voor middengroepen. Ja. Dit was het einde van dit subblokje, voorzitter. Kijk, ja. De heer De Groot, VVD. Ja, we zullen de stormen van Egypte moeten doorstaan, zei de minister. De plagen van Egypte. Nee, sorry, ik moest even zoeken. U komt van de Veluwe, dus ja. U moet dit kennen. Ja, ja zeker. Dus, voorzitter, ik ben bijna helemaal van mijn apropos af. Ja, dat is ook wat. Nee, zeker. Want ik had in mijn betoog inderdaad, en daar sloeg het laatste stukje van waar de minister over sprak, daar sloeg het natuurlijk ook op. Hè. Dat zijn de verzekeraars, de pensioenfondsen. Ja, die moeten we niet kwijtraken. Dat was ook een onderdeel van mijn betoog. Ja, het is niet mals, hè, de kritiek op de middenhuurregulering. Die is vrij breed uit. Van allerlei groepen komt die inmiddels langs. Maar ook bijvoorbeeld van, en ik noemde dat ook, bijvoorbeeld van een grote investeerder in Nederland, ASR, ING. Maar ook IVBN-leden, waar u een toezegging van heeft gekregen om 50.000 middenhuurwoningen te bouwen. Die zijn ook kritisch. Niet zozeer alleen, want u noemde de rente is de grootste showstopper. Nee, zij zeggen expliciet wat over die middenhuurplannen. Dus mijn vraag aan het eind van mijn betoog was ook, en daar heeft u eigenlijk nog geen antwoord op gegeven. Waar kijkt u op dit moment ook naar
los van, van de stapelingsonderzoek, om vooral deze partijen, die volgens mij een maatschappelijk rendement moeten maken en dat we ze ook graag aan boord houden, hoe houden ze dan ook aan boord? Want dat zegt u eigenlijk niet. U benadrukt de minister, importers, maar ja, wat gaat u er dan eigenlijk aan doen om ze binnenboord te houden? Wat gaat de minister eraan doen, de minister? Ja, nee, ik vind dat een zeer terecht punt, hè? Dus overigens, met IVBN hebben we natuurlijk veel overleg gevoerd, zelfs al voordat we kwamen tot de consultatieversie. En met de IVBN, dat zijn natuurlijk de institutionele beleggers, onder andere dus de pensioenfondsen. En inderdaad wil je die graag aan boord houden. We hebben namelijk gewoon investeringskapitaal nodig om te zorgen dat we voldoende nieuw blijven bouwen. En de leden van IVBN, dat zijn met name de nieuwbouwende partijen. En die hebben dus ook nodig. En als zij geen rendement meer kunnen maken op zo'n manier dat je daar op enig moment de pensioenen van kunt indexeren, ja, dan zullen ze uit de vastgoedmarkt stappen. Maar dat is zeker niet het geval, hè. Dus ik heb ze toevallig gisteren weer gesproken. Ik spreek met enige regelmaat juist met die pensioenfondsen, omdat ik het belangrijk vind dat zij aan boord blijven en con amore aan boord blijven bij investeringen in die woningmarkt. Het is wel degelijk zo dat ook voor hen geldt, voor alle investeerders namelijk geldt, dat de rente op dit moment en het niet navenant dalen van de woningprijzen op dit moment ook voor hen de grootste showstopper is voor nieuwbouw. Dus de vraaguitval aan de kant van beleggers überhaupt breed, maar zelfs ook van pensioenfondsen die ook heel veel eigen vermogen hebben, veel minder vreemd vermogen, maar allemaal eigen vermogen ook hebben. Ook voor hen is die rente op dit moment en de hoge kosten, dus de hoge prijs van woningen, de belangrijkste showstoppers. Onder de leden van IVBN wordt verschillend gedacht. Een partij als ASR inderdaad heeft zich negatief uitgelaten. Een partij als PME heeft zich uitgesproken positief uitgelaten over de regulering van de middenhuur. En ik denk dat grosso modo de achterban van de IVBN ziet dat wij in de manier waarop we die regulering van de middenhuur dat verstandig hebben gedaan. Dank. Namelijk door niet alleen de huurder te beschermen, maar ook het investeringsvolume te beschermen van investeerders. Door te zorgen dat nieuwbouw uit blijft kunnen. Door onder andere dus die nieuwbouwopslag. Nou, en op die manier willen we investeerders aan boord houden. Dank. Wil de minister vragen iets compacter te antwoorden? Iedere vraag is een pareltje, maar toch iets compacter met het oog op de tijd. De heer De Groot. Ik zal ook een compacte vraag proberen te stellen, voorzitter. Het was de IVBN, naar mijn weten was het de IVBN-voorzitter die kritiek uitte. Fijn dat u in gesprek bent. Ik denk dat dat belangrijk is. Mijn tweede vraag is eigenlijk, bent u ook in gesprek met de fondsmanagers van de verzekeringsmaatschappij? U noemde ASR, PME, maar er zijn natuurlijk veel meer die we nodig hebben. Ja. Bent u ermee in gesprek en kunt u ook garanderen dat u deze partijen kunt verleiden om in Nederland te blijven investeren? De minister. Dat laatste is natuurlijk een ingewikkelde vraag, want investeringsbeslissen worden niet door mij genomen. Helaas, zeg ik daarbij. Maar die worden genomen door de investeringsboard van dit type grote fondsen. En daarbij is er bij alle grote fondsen in Nederland sprake van een overallocatie in vastgoed. Dus het herschikken van de portefeuille zie je bij alle grote fondsen in Nederland. Maar wat je moet willen doen is dat je aantrekkelijk blijft voor pensioenfondsen en in de manier waarop we onze regulering vormgeven. Kijken we naar pensioenfondsen en ook naar andere grote institutionele beleggers, of zij, zeker als zij een rustige rendementsverwachting hebben, of zij vinden dat in de manier waarop we de regulering vormgeven, of zij nog voldoende uit kunnen. Dat laat onverlet dat ik u wel blijf waarschuwen voor laten we zeggen, alle plagen van Egypte die ons zullen worden aangezegd de komende periode. Omdat er natuurlijk gewoon investeringen gedaan zijn de afgelopen periode die heel veel minder gaan renderen door de regulering van de middenhuur. En die partijen zijn natuurlijk niet enthousiast over de regulering van de middenhuur. En die zullen dat ook aan u laten weten. En die hopen dat u daarmee afziet van de regulering van de middenhuur. Ze zullen zeggen, juist in deze tijd waarin de nieuwbouw al zo terugvalt, moet je dit niet willen. En mijn stelling is, die redeneerlijn gaat niet op. Want juist in deze tijd, waarin de schaarste nog veel langer bij ons blijft en misschien nogal nijpender gevoeld zal worden, is de noodzaak om te willen reguleren en huurders te willen beschermen eigenlijk alleen maar toegenomen. De heer De Groot. Ja, voorzitter, ik twijfel nog even, omdat ik heb het niet over de partijen die klagen omdat ze met hun huidige bezit misschien in de knel komen. Daar moeten we ook naar kijken, maar daar heeft u al een toezegging over gedaan in die stapeling. Wat ik gewoon zie is dat investeerders naar het buitenland letterlijk rennen, omdat ze liever in een snelweg in Frankrijk investeren dan in huis in Nederland. En dat kan toch niet waar zijn? En dat is het punt dat ik wilde maken. Het is gewoon gaande. Enkelingen daar gelaten, hoor, daar heeft u gelijk in. Maar het is gewoon gaande. Die uittocht is gaande. En ik zou graag willen dat er een mechanisme ontstaat waarin we die
die fondsen die waar die premies in zitten, dat we die kunnen binden in onze opgave van tweedelen betaalbare woning in Nederland. Zeker, dat laatste ben ik zeer met u eens. De uittocht, zoals u dat noemt, dat is wel weer heel erg bijbels. De exodus, zeg maar, zoals u die noemt. Ik denk dat dat een beetje anders zit. Dat heeft namelijk gewoon te maken met een overallocatie. Die wordt gecorrigeerd en dat heeft gewoon te maken met risicomanagement binnen een beleggingsportefeuille. Dat is wat er aan de hand is, dat is wat er breed aan de hand is. Dat onderstreept eigenlijk de noodzaak dat je niet alleen maar Nederlandse fondsen aan je moet willen binden, niet alleen maar Nederlandse investeerders aan je moet willen, maar ook bona fide internationale fondsen aan je moet willen blijven binden. De Nederlandse woningmarkt is eigenlijk een hele interessante markt om in te kunnen blijven investeren, ook na de regulering van de middenhuur. Ik las gisteren een stuk van een internationale investeerder die zegt, juist met de regulering van de middenhuur hebben we een hele betrouwbare, heel betrouwbaar investeringsobject eigenlijk gevonden. Omdat je zeker weet dat er een markt voor is, zeker weet dat er een zeker rendement aan verbonden is. En zeker voor investeringsmaatschappijen die een rustige rendementsverwachting hebben, zou ook middenhuur ook aantrekkingskracht moeten kunnen hebben bij internationale fondsen. Maar die regulering blijft belangrijk om huurders te beschermen. De heer Boulakjaar, D66. Ja, dank voorzitter. Ander punt. Ik zal het compact houden. Over compact gesproken. Ik heb gepleit in mijn bijdrage over het compacter bouwen. Want het gaat over betaalbaarheid. De heer de minister gaf aan woningen van 5 ton. Daar zie je de vraaguitval. Maar 405.000 is ook niet betaalbaar. Dus hoe kunnen we nu zorgen dat we de komende tijd meer echt betaalbare woningen voor die mensen, voor die jongeren, voor die starters kunnen bouwen? Ja, dat heeft met een paar dingen te maken. Het eerste is dat we het gaan afspreken en ook wettelijk gaan vastleggen dat er 2/3 betaalbaar moet worden gebouwd. En dat helpt enorm. Die duidelijkheid van overheidswegen, van alle overheden, dus rijke provincies en gemeenten, die helpt ontzettend. Want voorspelbaarheid, zullen ook alle investeerders tegen u zeggen als u ze spreekt, voorspelbaarheid is het allerbelangrijkste. Op voorspelbaarheid namelijk kun je programmeren. 2/3 betaalbaar betekent ook dat dat iets doet met de verwachtingswaarde die men kan hebben van grond. Want als je weet dat je je grond voor 2/3 betaalbaar kunt inbrengen in een gebiedsontwikkeling, dan doet dat iets met de taxatiewaarde. Dus daar kun je dan ook je verwachting op aanpassen. Dus alleen al het wettelijk vastleggen van de 2/3 betaalbaar zal uiteindelijk ook als effect hebben dat de inbrengwaarde van grond in gebiedsontwikkeling zal gaan dalen. Daar gaat natuurlijk wel tijd overheen. Wat daarnaast echt moet dalen, dat zijn de bouwkosten. En de bouwkosten kunnen we op een verschillende manieren laten dalen. Eén is door inderdaad compacter te gaan bouwen. Er is een aantal veren dat je niet kan laten. De betaalbaarheid kunnen we ons niet veroorloven. De circulariteit kunnen we ons niet veroorloven. Dus of verduurzaming moet ik eigenlijk zeggen. Daar kun je geen veer laten in de eisen die je stelt aan woningbouw. Maar we hebben wel gemiddeld genomen in Nederland nogal wat vierkante meters per hoofd van de bevolking. Daar kun je natuurlijk wel wat aan doen. Dus wennen aan compacter bouwen is een zinvolle gedachte. Niet alleen uit het oogpunt van duurzaamheid, maar zeker ook uit het oogpunt van betaalbaarheid. En waar je iets aan kunt doen is bouwkosten. En die bouwkosten kun je iets aan doen door verder te standaardiseren in de eisen. Dat zullen we dus moeten doen om daarmee fabrieksmatige bouw mogelijk te maken. Daar kom ik later op. Ja. Aparte vraag bij onder het blokje Varia. Dat gaat over fabrieksmatig bouwen. Want dat is ongelooflijk nodig. Volgt het betoog. Voorzitter, het volgende element van tegenwind is alles wat met processen en procedures te maken heeft. Dat ga ik kort doen. Er waren